Welkom allemaal. Welkom in deze speciale week. De week dat iedereen leest. We nemen jullie mee naar de familie van voorlezen en de zeven geitjes. Voorlezen gebeurt bij de familie van voorlezen. Overal. In bed, in bad, op de tafel en zelfs in de hangmat. Het is niet altijd een rustig gebeuren. Nee. Voorlezen gebeurt in heel veel verschillende kleuren. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, gesprongen, gekriebeld. Alle zintuigen worden geprikkeld. Soms is voorlezen een rustig gebeuren, maar vaak is het een explosie, een bruisende zottigheid. Thank you.